weinig of geen punten in het algemeen klassement. Joep speelde het toernooi als beste en eindigde als hoogste in het algemeen klassement. En jij bent de winnaar. Ik bedoel, daar gaat het om. Man. Yes! Bij het kaartspel poker draait het om de beste combinatie van 5 kaarten. Elke speler krijgt 2 gesloten kaarten. De speler maakt een individuele keuze of ze de kaarten goed genoeg vinden om mee te spelen. Vinden ze de kaarten goed genoeg, dan moeten ze fiches inzetten om de algemene kaarten te zien. Op 3 verschillende momenten worden de algemene kaarten getoond. De flop, waar de eerste 3 kaarten worden getoond. Na een bettingronde wordt de 4e kaart getoond. De turn. Na nog een bettingronde wordt de 5e kaart getoond. De river. Alle algemene kaarten zijn nu bekend. Aan het eind van het spel vindt de showdown plaats. Hier vergelijken de overgebleven spelers hun kaartcombinatie. De speler met de hoogste combinatie wint. In dit voorbeeld verliest de speler met 2-pair van de speler met een straat. Deze deelnemer krijgt alle fiches uit de pot. Maar bij poker is er meer dan alleen maar kaarten. Welkom bij de laatste les van Veronica Poker. Deze les gaan wij behandelen, de imago image building. Ik kijk nu eerst even naar een filmpje waarin bekende pokerspelers duidelijk hun imago laten zien. Naast de kennis van kaarten probeert elke pokerspeler gebruik te maken van zijn table image. Table image is de manier waarop andere spelers jou zien. Hebben ze een bepaald vooroordeel over jou door toedoen van je imago, dan kun je daar handig gebruik van maken. It's time to go. Yeah! Zo kennen we Tony Gwoga, ook wel Tony G, die andere spelers probeert te overtuigen van zijn kracht door ze te kleineren. You are a terrible player. This is disgraceful. Tony G wordt in de internationale pokerwereld gezien als de pestkop, oftewel de bully. Naast de agressieve manier van spelen die Tony G hanteert, zijn er gelukkig ook spelers die op een andere manier met hun imago omgaan. Daniel Niagara is altijd aardig en geïnteresseerd in fans en andere spelers. Hij wordt dan ook gezien als the nice guy of poker. Huh? Kind of busy, dude. Sorry. You know. Playing the $12 million tournament, but... Yeah, never mind. What do you want? You want to ask me about a poker hand? I'll be right there. As soon as I fold a hand. Humberto Brenes is de grapjas van de pokerwereld. Men noemt hem de funny guy. Door humor probeert hij mensen af te leiden van het spel. Iets wat de man vele malen is gelukt. En natuurlijk is Doyle Brunson, de godfather van de pokerwereld, niet weg te denken uit de lijst van mensen met een bekende table image. Doyle was erbij toen poker nog underground was en heeft mede door zijn inzet de pokerindustrie gemaakt tot wat het nu is. Al 50 jaar speelt deze legende het spel met veel succes en oogst daarmee veel aanzien. In de afgelopen jaren heeft hij 2 keer de World Series of Poker gewonnen. Tegenstanders vinden het een eer om tegen hem te spelen. Hier maakt hij goed gebruik van het spel. Doyle heeft zoveel aanzien dat als hij zelfs verliest, hij onder staande ovatie de zaal verlaat. Ondertussen heb ik een soort survey gedaan tussen jullie allemaal, wat jullie van elkaar vonden en wat jullie zelf dachten. Hoe jullie waren, wat jullie image was. Het was verpand om te zien dat we eigenlijk nog 3 mensen hadden waar iedereen zoiets had van, ja, hoe spelen ze nou en wat voor image hebben ze? Daar hadden ze duidelijk problemen mee. Er waren 3 mensen waar we duidelijk een imago van hadden. Dat was van Faya, het vriendelijke, kleine, lieve meisje. Dat had iedereen opgegeven. Maar niet te vertrouwen. Niet te vertrouwen. Faya kwam inderdaad binnen als een lief klein meisje. Nee, we gaan minimaal hetzelfde doen. Minimaal hetzelfde of... Ik ken het nog absoluut niet. Ik heb helemaal niet het idee van wat hoger is en meer waard en wat een straat is. Maar nu ze 2 keer een ranking game heeft gewonnen en bovenaan staat in het algemeen klassement, weet iedereen dat ze een wolf in schaapskleding is. Ik zeg de hele tijd dat ik mijn emoties niet kan verdraaien, maar dat kan ik wel. Dan heb ik het voordeel dat ik actrice ben. Ik kan wel sip kijken of eventjes 1 seconde blij kijken terwijl ik niks heb. Maar ik denk dat hun daar nog niet zo op letten. Hadden we Frans, die zeker wist hoe het spelletje in elkaar zat. De goede, sterke handen speelde. Incidenteel een bluff deed. Al vanaf dag 1 was het al duidelijk hoe Frans het pokerspel wenst te spelen. Wat denk je? Ik begin meteen met bluffen. Ik begin meteen met bluffen. Hij komt erachter dat je niet elke kaart kan spelen. Als je kutkaart hebt, moet je het gewoon ook durven weggooien.
Table Image moet gepaard gaan met kennis en inzicht van het spel. En als je een slechte kaart hebt, moet je hem weggooien en niet meer over nadenken. 6,50 alleen. Dat is niet de beste tactiek van spelen. Tuurlijk. En we hadden Winston die de coole kikker was en die agressief speelde. Winston speelt al jaren poker. Zijn spel is gebaseerd op zijn imago, stoer en agressief. En hiermee ziet hij het zitten. Ik denk dat ik wel een kans maak. Al snel blijkt dat de kennis aanwezig is, maar dat hij geen geluk heeft in het spel. Dat komt zijn imago niet ten goede. Hij verliest hand na hand. Hij wil winnen. En dan verlies je geen genoegen. En anders zit het hem heel hoog, natuurlijk. En wat is je strategie voor de komende tijd? Heb je daarover nagedacht? Agressief. Hoe graag hij ook wil, de andere pikken zijn bluff niet. Van de andere drie was het toch wel gemengde gevoelens van hoe men speelde. Wat ik denk hoe de anderen mij zien. Ik vermoed, mensen denken altijd dat ik heel stoer ben. Dat ben ik dus niet. Maar zo kan ik er wel uitzien. Dus ik denk dat ze dat leuk vinden. Ja, zelf persoonlijk ben ik nooit zo met image bezig. Ik doe wat ik wil en ik pas me niet echt aan. Ik denk dat ze niet voor mij echt kunnen aflezen wat ik heb. Ik denk dat de anderen niet zo goed weten wat ze aan mij hebben. Of ze weten niet zo goed wanneer ik wel of niet bluff. Ik denk dat ze mij een coole kikker vinden. We zijn nog maar een aantal dagen verwijderd van de grote finale. De spanning stijgt, want ja, iedereen wil natuurlijk winnen, zodat hij of zij kan meespelen aan het grote internationale pokertoernooi in Las Vegas. Maar voor het zover is, krijgen ze eerst nog een aantal praktijklessen van Marcel en Noah. Nog maar 2 weken voor de grote finale. Extra belangrijk dus om de puntjes op de i te zetten. Zeg even tegen ze dat ze geen vrienden hebben als ze beginnen met spelen. Ja. We zijn wel allemaal vijanden van elkaar, jongens. Niet vriendjespolitiek. Marcel kijkt achter de schermen mee of iedereen het spelletje ook daadwerkelijk snapt. Zo nodig grijpt hij in. Jullie hebben net van Arthur een les gehad over handselectie. Dus nu gaan we even wat handjes met jullie spelen en kijken of jullie handselectie goed is of niet. Dan zeg ik er wat van. Dus als je twijfelt, spelen maar wel. Want dan kan ik zeggen of het goed was of niet goed was. Want nu is het om te oefenen, dus fouten mag je maken. Kleine blind, 25. Je hebt de grote blind, 50. Laten we even kijken wat de verschillende kaartcombinaties zijn. Elke speelronde bij poker wint de beste combinatie van 5 kaarten. Dit zijn de winnende combinaties. De laagste combinatie is de high card. 2 dezelfde kaart is 1 pair. 2 keer 2 dezelfde kaarten is 2 pair. 3 dezelfde is 3 of a kind. 5 opvolgende kaarten een straat. 5 kaarten van hetzelfde symbool een flush. 3 dezelfde kaarten in 1 paar een full house. Nog mooier wordt het met 4 dezelfde kaarten. Je hebt dan 4 of a kind. 5 opeenvolgende kaarten van hetzelfde symbool, straight flush. Loopt deze van 10 tot een aas, dan heb je een royal flush. Al deze informatie kan je rustig teruglezen op www.veronicapoker.nl. Johnny. Winston. Kom. 50 gaat mee. Met pijn en maat, hè? Het is nog oefenen. Het had gemogen. Je hebt gelijk. 50 om mee te gaan? Nee. Winston heb aas 8. Faya aas 5. En Joep aas 4. Wat doe je, Joep? 300. Nee. Ellen. Nee? Ja. Ellen heeft koning vrouw, die is natuurlijk favoriet in deze hand. Ik zag ook net zijn kaart lopen. Frans? Ja. Als de big blind was gebleven, was ik wel meegegaan. Dan had ik hem wel gecallt, maar... Oh, hoe bedoel je? Dus niet voor 300. Niet voor, nee, dat is te veel. Absoluut niet. Dat is te duur, hè? Ja. Dat is te duur. Even sparen. Maar voor weinig wilde ik wel, hè? Dus jullie moeten ook wel. 300 totaal. Wacht hoor. Zet maar 500 in, dan krijg je 200 terug. Negen, boer 2. 2 hartjes. Ellen? Vajep, aas 5. Tu, heb koning vrouw op zoet. Trilt. Nou goed, ja. Winston? Winston gaat weg.
staat niks voor.